Hallo allemaal. En welkom bij een nieuwe Mystical Blok. Daar zijn we weer. En ik wil vandaag meteen het hebben over de serie zelf. Want zoals je misschien nu doorhebben, is dat ik de serie ver van tevoren heb opgenomen. En dus ver vooruit plan op YouTube. Ik weet dus niet hoe lang ik dat nog wil volhouden. En we zitten nu bij aflevering 6. Ik denk dat als ik aflevering 6 heb, zitten we denk ik ergens in eind januari al. En het is nu 15 december. Dus ik wilde graag het voor nu even zo laten, dat ik dan in de toekomst pas kan kijken hoe het zit. Misschien nog tegen die tijd dat het 15 december is, dat ik wel deze even open. Want nu heb ik nog 10 dagen te gaan hiervoor. Maar goed, map maken komt dus in februari waarschijnlijk weer terug. Maar nu gaan we slapen en dan gaan we het hebben over wat we gaan doen in deze aflevering. Ik heb namelijk wel een paar goede ideeën. Als allereerste wil ik eens even gaan kijken naar een infinite source of lava. Want nu zitten we hier vast. Oh, dit is niet genoeg. Of hoe zit dat? Dit is tin, right? Ik moet hem denk ik eventjes opnieuw doen, want volgens mij kan ik hem nu wel afmaken. Ja, het lava is op. Oftewel, ik kan nu niet meer smelten. En dat is een beetje natuurlijk vervelend. We hebben constant... What the fuck is dat nou weer? Constatant? Hoe komen we daaraan? Is dat een mix? Oh, we hebben nikkel en koper. Oh. Nou, hebben we per ongeluk een mix gemaakt. Maar, hoe komen we nou aan lava? Echt, lava krijgen is denk ik best wel lastig. Eens even kijken. We hebben... Wow, wat is een world transmutation? Oh... Mijn god. Oké, dat is denk ik niet wat we kunnen maken. Want wat is dat? Oh, dat kunnen we niet eens zien. Oké. Dat is de Twilight Forest. Oh, daar moeten we ook nog heen vandaag. Dat wil ik aan het einde gaan doen. Ik wil aan het einde een soort cliffhanger creëren. Ben ik super goed in natuurlijk. Oké. Wat wil ik graag? Als ik naar de questline ga. En naar de eerste ga. Oh, fuck. Hier hebben we de Twilight Forest. En ik zie ook inderdaad dat ik dit ding nodig heb. Die lichttrofie. Voor dat... Een gekke ding. Ik weet niet of dat hier dan staat in een quest. Ja, de verloffers. Nee, dat is een andere. Nou, in ieder geval, dat ene dus. Hebben we nodig om infinite lava... Wat? Hebben we nodig om infinite lava te krijgen. Maar, we gaan in de Twilight Forest springen. En dan is het een soort cliffhanger. Dus dan weet je dat alvast. Maar, voordat we dat gaan doen. Laten we eens even kijken of we voor nu een bucket kunnen maken. Zijn er meerdere buckets die meerdere dingen kunnen vasthouden? De extra bucket. Mijn gevoel is het een infinite bucket. Want ik zie echt zo van dat rare tekentje. Wat is elementinum ingot? Oh, what the fuck is dit? De Elven Gateway Core. En dan moet ik dus mana steel hierin zetten. En wat is mana steel nou weer? Dan moet ik Iron Ingot in een mana pool gooien. En de mana pool maak je met Living Rock. En Living Rock krijg jij door Andesite door een Pure Daisy te gooien. En een Pure Daisy krijg je door... Maar wat ik tussen de aflevering door heb gedaan, is ik heb helemaal gelopen grinden naar deze mesh. De Emerald Mesh. Dus nu hier hebben wij... Ja. Één Netherite. Of één Emerald Mesh. Ik moet deze eigenlijk eventjes overzetten naar nog meer van die heavy seeds. Want ik doe het eigenlijk alleen maar nu nog in heavy vorm en niet meer in normale vorm. Ik heb ook heel veel flint en daar zijn dus ook al die chunks van. Want ik heb ze allemaal van dus die pieces in chunks gemaakt. En ik heb 8 diamonds gekregen. Maar genoeg bijpraten, we gaan dus nu even iets doen. Oh nee, ik heb deze kisten geüpgrade naar een hogere versie. Best wel nice eigenlijk. De quest leidt ons nu... En naartoe te gaan naar de Netherite Mesh. Maar de Netherite Mesh hebben wij dus nodig met een Netherite Ingot. Vandaar dus de smithing table. En om dus Netherite Scrap te krijgen, moeten we naar de Heavy Sieve kijken. En dan moeten we dus Compressed Crush Netherrack? Kunnen we dan Netherite Scrap krijgen uit een Diamond Mesh. En die hebben we. Maar wat is Crush Netherrack? Crush Netherrack is... Oh, dus Netherrack crushen met een hammer. Oké, dat is logisch. Dus we moeten netherrack krijgen. En om netherrack te kunnen krijgen, moeten wij of de nether essence krijgen. Of lava en redstone dus erin doen. Dat herken ik nog van onze heerlijke Sky Factory. Dus ik ga even lava halen. Au. Ik ga ook meteen even deze fuel tank meenemen.
Nee, laat maar. Dat doen we wel als dat ding er wel leeg is. Dus we gaan even naar de Mining Dimension. Ik pak even ergens lava vandaan. Oh, dat kan niet hier vandaan. Hapsakee, we hebben lava. En we hebben wel meer nodig. Ja, nee. Eén gaat het echt niet doen of zo. Ik kijk wel, misschien lukt het wel. Oké, doen we even dat daarin. En dan pakken we onze redstone dust. Dat zit hierin. En dan kunnen we één netherrack maken. En ik weet niet of we met meerdere netherrack nog wat kunnen doen. Een netherrack. Dan kunnen wij even kijken. Wat een netherrack generator. Wat? Niet fire on top. Wat kan een netherrack generator dan? Kunnen we eigenlijk netherrack generator? Wow, wait. Oké, ik ga even 4 buckets maken. Want dan kunnen we 4... Ik maak even nog 3 buckets. En dan gaan we wel gewoon even dat halen. Ah, dit was een waste of time. Ah, kan ik dit terug veranderen naar netherrack? Oké, nee, dat kan niet. Ik heb iets gemaakt wat completely useless is. Ik weet niet hoe het werkt. Het zal wel. Nou, gelukkig hebben we nog een lava bucket. Laten we even kijken. Hoe maken we dan de nether seed? Dat maken we met... We hebben denk ik 4 van die dingen nodig. Ja, dat klopt. Dus dan hebben wij 1 netherrack nodig. 1 soul sand. En soul sand krijgen wij via... want soul sand moeten we eigenlijk maken. Oh, wacht. Ja, natuurlijk! Oké, dat netherrack gebeuren. Ik heb er even op ingekeken. En het is totaal niet wat we moeten doen. Ik heb ook een netherrack generator gemaakt. Wat helemaal useless is. Daar hang ik daar wel aan. Ook goed. En een rek hebben we niet per se nodig, want we moeten soul sand maken. Want niet voor niets begint de questline met soul sand. Dus dan gaan we naar soul sand. Dan moeten we dat maken in een fluid item transformation met water en zand erin. En dat is niet zomaar water, nee, dat is water met mycelium eronder. En hoe we aan mycelium komen, hebben we die nature seeds nodig. En hoe we mycelium maken, moet ik dan even kijken. Mycelium maken wij met 3 dirt essence er ook nog bij. Wie ben jij? Zo. Misschien moet ik even gaan slapen. Dat zei ik zo hard. Dus dan maken we even onze mycelium. Wat doe ik nou weer verkeerd? Oh, het is andersom. Nou, dan hebben we die nodig. Laat ik die even in de hoeken plaatsen. Dus hier en hier. Hapsakee. Dan hebben wij ook nog een stone barrel nodig again. Moeten we denk ik gewoon met stone doen dan. Heb ik nog stone? Ik had nog stone. Dan pakken we onze stone barrels. Dan plaatsen we die erop. En dan pakken we onze bucket. En dan zie je dat er iets gaat gebeuren. Het wordt namelijk langzaam witch water. Hopsakee. Echt, tijdens het editen ben ik erachter gekomen dat ik dat woord zo vaak zeg. En als we hierin gaan staan, dan weet ik niet wat er gebeurt. Kijk, dat kan niet, laat maar. Ik ga het niet eens proberen ook. Dan pakken we onze zand. We hebben er 2. Ja, we pakken er wel even 2. En ik laat nog wel even 1 netherrack halen. Want dan kunnen we namelijk toch wel die dingen maken. Maar goed, we pleuren die er doorheen en die doorheen. En dan hebben we namelijk nu soul sand. Eindelijk! Oké. En dan zo. Oh ja. Weet je nu dat ik in Sky Factory, de laatste aflevering die ik online heb gegooid, in 12, ging ik van die essence creëren en van die Wither Skeleton Skulls. Zo niet, ik gooi er even een clipje ervan in. Via Hellish Matter kunnen we Antmatter maken. En via daar kunnen we Nether Stars maken. Maar dat wil ik denk ik uiteindelijk ook doen. Want met Nether Stars kunnen we uiteindelijk weer dat gekke iets maken volgens mij. Of niet. Ja, dan moeten we dat gekke ding maken. De Philosopher's Stone of zo. Goed, we hebben nu dus nu 2 Soul Sand. En Soul Sand hebben wij nodig voor... Wat staat er in de quest eigenlijk? Nether Quartz. Want volgens mij moeten we Nether Quartz krijgen. Uit de sieve. Ja. Nou, laten we het gewoon inderdaad alvast wat meerdere maken. Dan gaan we eens even door de sieve gooien. Ja, eigenlijk heb ik wel een compressed soul sand nodig. Bestaat die ook? Ja, dat bestaat. Compressed soul sand. Oké, dan zorg ik dat ik er zoveel even maak. Dan maken we compressed soul sand. En dat gaan we gewoon 1 keer door deze heavy sieve gooien. En hopen, nou, ik denk wel op netherrack. Of nether quartz. Ja, 23. Jezus. Dat betekent dat we nu quartz enriched iron kunnen maken. Wat is dat nou? Oké, dat gaan we dan gewoon maken. Zullen we gewoon kijken? Oké, laten we met 10 maken. Dat we 13 quartz overlaten.
Dan hebben we nu 40 enriched iron. Ik weet niet wat het doet. Maar we hebben hier wel nether quartz erbij. Oh hey, ik heb net een quartz gekregen. Dat had ik toch ook nodig voor die ene... Ja, voor die nether agglomeratic ding. Ja, dat. Maar de questbook is klaar daarmee. Maar wat kunnen we met jou? Waarom ben jij zo belangrijk? Iron generator en... Oh, er is ook nog een seat daarvoor. Maar het is een beetje machineachtig iets, denk ik. Een pattern. Refined storage. Zullen dat ik daarin ga werken? Refined storage. Oké, wacht. Laat ik die mod even pakken. Refined storage. Want volgens mij is dat inderdaad een storage mod. Holy fuck. 64k storage. Zo, dat is echt heel veel. Ik moet wel echt even induiken op deze mod. Maar dat doen we dan wel als we terug zijn van de Twilight Forest. Goed. Oké, dit hebben we gedaan. Dan moeten we alleen nog even kijken naar die netherite mesh. Dus eigenlijk wil ik echt wel de nether rack hebben. En die nether seed. Dus ik ga dit proces eventjes doorzetten, voortzetten. Kijk, ik heb even nog één ronde gedaan. Dus ik ga gewoon even nog één keer een compress maken. En kijken of we eruit kunnen krijgen. Dan moeten we ook even één bewaren, toch? Voor die, hoe heet het ook alweer? Oh, ik weet eigenlijk wat het is. Er is ook solsnet? Wat? Waarom? Wat kun je daarmee? Maar laten we hebben deze echt wel nodig. De nether agglomeratic. En dan hebben we er 4 voor nodig. Dus dat ik hier ook even 4 reserveren. Wacht eens even. Ah, dat groeit niet. Meen je dat nou? Nee? Is het geen ding? Nou, het groeit op zich redelijk snel. Dus ik plaats hem even hierbij. Netherwart, het groeit wel. Nou, lava is hierop. Dat is een beetje jammer. Ik heb even hem ingehaald, zodat we die... Oh. Zodat we die ene netherrack ook kunnen maken. Voor die netherrack of zo. Wat fuck het ook is. Dus ik heb er nu 4 netherrack. Ik heb dan ook straks 4 soul sand. En ik ga ook even wat meer maken. Want het is op zich wel handig. En dan heb ik genoeg voor de rest. Tering hel, ik schrok me dood. Holy f... Wie steekt er ook vuurwerk af? Oh, ik hoop dat je nooit meer wakker wordt. Oh nee. Schok me ook echt zo hard, hè. Oh, ik haat dat zo erg. Maar, even kijken. Oh, ik had wat gekregen uit die gasten. Leuk natuurlijk weer. En ik heb nu ook de ribbone. Ik weet niet of ik daar ooit nog iets mee kan, maar het zal wel. Let's go! Here we go. Ik hoop op wat meer nether ward. Bro, oh, dat kreeg ik uit die quest natuurlijk. Oh, man. Kunnen we nog een keer aan ward komen? Is er nog een andere manier? Ward. Alleen die nether essence. Oh, ik haat dat zo erg. Nou, ik laat het even voor wat het is. Ik wil even kijken naar die Twilight Forest. Oké, even kijken. De Twilight Forest. Want we doen alleen een die eigenlijk, dus dat is op zich ook wel goed. Visit Dimension Twilight Forest. Maar hoe doen wij dat? Al ga ik naar Twilight opzoeken bijvoorbeeld. Die zie zegt me helemaal niks. Dit. Hoe maken we... This block has effects that are not yet implemented. De portal. Hoe doen we dat? Zo, ik heb even heel wat van die grass blocks gemaakt. Want ik heb op zich wel een idee, heb ik nu het gevoel. We moeten gewoon wat van die poppies pakken. Volgens mij 8 plus eentje die ik gooi. Dan hebben we dit nodig en hebben we water nodig. En ik ga hem wel even hier plaatsen of zo. Nee, ik plaats hem wel even achter ons. Weet ik veel, dat daar. Ik heb een idee, maar ik weet niet of het idee werkt. Of we doen het hier in de... Nee, we doen het... Hey, wat? We hebben gewoon een kip gekregen. Wow, die is gewoon gespawnd hier. Dat is cool. Oké, geef me jou... Ah, jammer. En volgens mij maken wij hier water. Ik heb dit trouwens nog nooit gezien trouwens. Ik heb geen idee wat ik doe. Ik heb gewoon een keer op een memory of zo. En dan gooi je dit erin. Oké, het zijn geen bloemen die je erin moet doen. Maar er is een diamond namelijk die je erin moet doen. En dat is wat minder leuk. Want diamonds zijn eenmaal niet zo heel erg zeldzaam. Of... Wauw, dat is echt prachtig gezegd. Ik bedoel, diamonds zijn niet zo heel erg... common. Maar goed, één diamond heb ik er wel voor over.
We gaan zo naar de dementie. Ik ben redelijk... Wat? Waar is Nick en... Hallo? Ik neem een waterbucket mee en we gaan nu naar de Twilight Forest. Here we go. Oké, okay, dus is het zo en dan... Ah! Jezus, ik mocht niet even wachten dat het... Hey, mijn bloemen. Nou... Nah. Oké, okay, gaan we naar binnen? Of doen we het een cliffhanger? Gaan we naar binnen? Oké, okay, we gaan naar binnen. Let's go! Wauw. Yo, wat zijn dit nou voor spullen? Oké. De cliffhanger, dat boeit nu even niet. Ik heb geen zin in de cliffhanger. Wat is dit? Copper ore. Bautix ore, dat ken ik niet. Nou, dan nemen we even mee, joh. Oh, dat is aluminium. Oh, oké. Okay. Dat hebben we dan niet nodig. Haha. Wat is dit? Canopy tree log. Wat is dit? De Twilight Oak Log. Oké, okay, wat? Oké, okay, we gaan wel iets looten. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Mag ik rennen? Laat ik iets groeien. Wat is dit? Oké, okay, laat maar. Wauw, dit is de eerste keer dat ik gewoon ergens ben. Wauw, eindelijk. Gewoon een soort overworld. Zit hier. Wow, wat is dat? Firefly. Oh, dat experience was. Hé, hey, ik wil die meenemen. Dank je. Ik heb deze mod nog nooit gespeeld, dus ik ben... Wat de hel is dit? Die kan ik er niet doorheen, denk ik, hè? Oh, jawel. Ik vind het heel eng. Ah, kan je stoppen? Dit is zo... Ja, wat zijn dat? Ik zie geen ingang. Yo, ik maak heel veel bloemen. Hey! Wow! Holy shit. Er komt iets op me af, er komt iets op me af, er komt iets... Wat ben jij? Holy shit, ik zag op de map dat er iets op me afkwam. Hoeveel damage doe jij? Of wat wil jij? Hey, doe eens even normaal. Doe eens even normaal, jij teringding. Wat heb je? Notes on an icy cave. An explorer's notebook, covered in frost. The blizzard surrounding these snowy lands is unkeasing. This in no ordinary snowfall. This is a magical phenomenon. I will have to conduct experiments to find what is capable of causing such effect. Next entry. The curse seems to be of a type too powerful for one being alone to produce. Several wizard working in combination would be necessary. If one of the wizards stopped contributing, the blizzard would calm. Strangely, my divinations, don't know, do not show signs of any nearby living wizards. I did see something interesting in one of the nearby pointy roof towers, though. Oké, ik weet niet wat je daarmee bedoelt. Maar oh, hier zijn heel veel dingen. Wow, yo, big horn sheep. Tering cool. Ik moet echt begonnen met al die flowers moet doen. Wacht even hoor. Wow. Oh, daar is ook wat. Oh, is dat die worm niet? Is dat niet die plek van die worm? Ik weet niet, er is één soort worm. Maar of het echt daadwerkelijk iets is, geen idee. Tall Mystical Grey Flower, wat een naam. Is er überhaupt wel een ingang? Dat maakt mijn eigen ingang wel. Oh, dat is een dolf. Oh, de Naga. Waar is de Naga? Oh my god, dat is de Naga. Dat bedoel ik met de worm. Holy shit. Oké, later. Joejoe, ik ga nog even kijken naar die boom die ik zag. Daar is dat. Hier kunnen we niet naar binnen zeker, of wel? Oh, wat is dat? De Naga heb ik nog steeds in mijn... Oh, die heb ik nog steeds tussen staan. Ik denk niet dat er iets midden is of zo. Ah, wat ben jij? Oh! Nou, ik ga naar huis. Ik moet hier weg. Zo, dit was dan deze aflevering. En als je denkt, dat klopt, er zit hier holdbaar of iets dan ook... De volgende aflevering is al opgenomen, dus geen spoilers voor nu. Je ziet al iets op een minimaal, maar boeien. De volgende aflevering gaan we dus wel weer even door. Ik heb dus toch nog één aflevering gemaakt en daarna zullen we terugkeren naar map maken. En iets nieuws, maar dat zien jullie dan wel. Dit is het voor vandaag en tot de volgende keer. Later en joe, doei, joe, joe.